Goedemorgen. Het is vrijdag. Het is 2 februari. Vandaag zou mijn vandaag is de sterfdag van mijn vader. Hij had longkanker uitgezaaid. Hij is al een paar jaar overleden. Maar ik denk nog wel vaak aan hem. Dus ja, ik mis hem soms wel. Dus ik wilde ook vandaag. Eigenlijk wilde ik deze video voor dit stukje vorige week opnemen. Zodat het vandaag online zou staan. Nou, dat was niet gelukt. Maar daarom benoem ik het nu even. Oké, als jullie het zien, is het dan weer een week geleden, maar ja, dat is maar even zo. Maar, ja, ik denk toch dat hij af en toe wel komt kijken. Ik geloof dat hij af en toe bij me is. En dan trots op me is hoe ik nu in het leven sta en hoe ik het nu allemaal doe. Ja, verder weet ik niet wat ik ga doen vandaag. Ik ben van plan meer in mijn vlogs te gaan laten zien aan wat ik zoal doe. Ook al denk ik dat jullie dat niet interessant vinden. Toch las ik van de week in een reactie dat. In vlogs waar ik redelijk weinig doe en veel praat, dat het ook toch leuk gevonden wordt. Dus dat neem ik zeker mee. Ja, wat wilde ik nog meer vertellen? Oh ja, dat. Ik heb een aantal nieuwe abonnees erbij. Super welkom. Leuk. Ik hoop dat je mijn video's leuk blijft vinden. En ja, dat ik je wat plezier van maak. En misschien wel zinvolle informatie kan geven. Ik ben Esther van Vlogstressie. En ik zou zeggen, kijk gezellig met me mee. Ik ga mijn ontbijtje maken. Ik doe daar diepvries aardbeidjes in. Geen reclame, geen sponsoring helaas. Ik zet ook gelijk mijn water klaar. Ik probeer wat meer water en minder kolen te gaan drinken. Even de weegschaal goed zetten. Ik had een digitale. Die batterij is leeg. Ik doe altijd 200 gram kwark in een bakje. Een paar
In dit geval bevroren aardbeidjes. Maar het kan ook heel goed ananas zijn. Gemengd fruit. Dus iets meer. Twee gram meer of zo, 3 gram. Dus daar kijk ik niet naar. Dit kan gelijk terug. Oh, de aardbeidje moet ook terug. Dan doe ik er een lepel pindakaas in. Deze is leeg, dus die kan zo weg. En ik doe 2 scheppen eiwitpoeder. Want ik merk dat ik er toch wat meer energie van krijg. Dat ik dat elke dag gebruik. Zoals je ziet, loop ik weer aardig te knoeien. Nou, ik ga het eten. Ik ga nu eerst even mijn haren doen en mijn gezicht wassen. Je hoort de wasmachine. Die draait al, zoals je hoort. Ik heb het veel te veel gebruikt. Even aan de achterkant spieken. Ja. Geen schuim aan de achterkant meer. Ik heb dit een keer eerder op video gedaan. En bij het editen zag ik dat ik nog heel wat schuim aan de achterkant had zitten. Dus ik denk, daar gaan we nu gelijk even naar kijken. Deze gebruik ik. Met een kruidvat. Dit oor jeukt ontzettend. De beste optie zo. Zo kun je het beste zien wat ik doe. Een betere plek is er niet voor de camera. Deze trui kan morgen aan. Dus die gaan we niet opvouwen. Deze kan in de badkamer. Op de vloer. Dan heb ik 's morgens weer warme voetjes.
Tegenwoordig vouw ik mijn handdoeken zo op. Maar het is toch beter. Tenminste, vind ik. Eerder maakte ik er rolletjes van. Nou, dat was toch niet zo fijn. Zo. De licht hier is niet al te best. Ik maak van pyjama's altijd pakketjes. Ik leg nu alles in de kast. Mijn ruimte tekort. Je zou ook goed zien wat ik doe. Een veertje op mijn trui. Nog zo'n kleed voor op de vloer in de badkamer. Het ligt er alleen, dus deze gaat de kast in.
voor Jessica. Of een hemdje van mij. Ik draag graag hemden. Of het nou zomer is, winter is. Of het nou 30 graden boven nul is of 30 graden vriest. Nou, vriest hier natuurlijk nooit 30 graden. Maar weer of geen weer, ik draag een hemd. Of het nou heel koud of heel warm is, dat maakt mij niet uit. Ik vind het fijn om een hemd te dragen. Dus dan doen we dat ook. Ik heb me niet anders herinneren dan dat ik hemden draag. Dus zo, mijn moeder heeft me dat zo aangeleerd. Die droeg ook altijd een hemdje. Mijn moeder leeft ook niet meer. Mijn moeder het vloggen wel leuk had gevonden van mij. Mijn moeder maakte zelf graag foto's. Zelfs van wildvreemde mensen. Het waren bepaalde typetjes die ze op de foto zetten. Schaamde ons daar altijd voor. Dus mam, doe niet. De mensen willen dat misschien helemaal niet. Ze vroeg dat niet, hè? Ze ging gewoon eens kalm voorstellen, maar er valt een klik. Tja, dat was mijn moeder. En dan waarom niet? Waarom vinden ze dat niet leuk? Ik doe er verder niks mee. We gaan in een typetjes album. Ja. Ah. Dat kunnen hun niet ruiken. Nou goed, als ik iemand op de foto wil zetten, ik vraag altijd. Of het mag. Ik ga de vaatwasschijf leegruimen en weer inruimen. Ik laat het zien. Dus hier even leegruimen. Dat is wel zo handig.
kan die aan. Is nog niet helemaal vol, maar die kan er ook nog tussen. Hopla. Die. Hij heeft toch op het aanrecht gelegen, dus. Het is allemaal niet vies. En dit dan wel. Het vlees is niet vies. Wel lekker als het even gewassen is, puur voor het idee. Het heeft toch echt in de kast gelegen. Het is ook wel lekker als het even weer schoon is. Voor nu even de beste optie. Kaas op te ruimen. Ja, mijn kaasboekjes in de water ze zitten. Zit. Mijn vleeswarenbakjes, zeg maar. Ik wil dit toch wel in de koelkast hebben. Van een schoon en opgaand aanrecht. Ik ga een pizza Hawaii bakken, tenminste bakken, afbakken. De een zegt ananas op pizza. Dat kan niet. Ik vind het heerlijk. En wat jij vindt, dat mag jij weten. Ieder zijn ding, zeg ik altijd maar. Pizza Hawaii met ananas, heerlijk. Ik hou ervan. Oh, die leeg. Misschien zelfs wel smelten. Even kijken of ik het goed in beeld breng. Ja, zo. Dan breng ik het goed in beeld. Oh. 200 graden. Ja, jullie zien het spiegelbeeld, maar het is 200 graden. Ach. Oh, suffert. 200 graden en aan. Oh, deur. Oh, ja, die moet er wel uit. Die smelt anders. Voorverwarmen.
pizza gaat de oven in. Hopla. Ik zet hem altijd op 20 minuten. Ergens wel even een disclaimer maken. Doe ik bij deze even. Ik eet niet heel erg gezond, dat weet ik. Dat is mijn eigen keus. Ik ben nou helemaal niet van de groenten en de fruit. We gaan eens even kijken of die al klaar is. Nee, die mag nog wel even. Oh ja. Ik gaf een seintje dat hij klaar was. Ja, nou is hij klaar. Nou, ik ga lekker eten. Ik ga deze vlog nu afsluiten. Vond je het een leuke vlog? Zou ik het fijn vinden als je een duimpje omhoog geeft? Als je nog niet geabonneerd bent, zou ik het super fijn vinden als je even abonneert. Want het is volledig gratis. Klik nog op het belletje, dan krijg je een melding wanneer er een nieuwe vlog of video online staat. Dankjewel voor het kijken. Doedels!